Hallo, ik ben meneer Oudijk en welkom bij een nieuwe kennisclip voor maatschappijkunde. Deze keer hoofdstuk 7, 8 en 9 van het onderdeel politiek. Als eerste ga ik het hebben over de regering, oftewel de koning en de ministers. Vervolgens de constitutionele monarchie. En tot slot hoofdstuk 9 met de gemeente en de provincie. Nogmaals, dit moet je heel goed weten voor het examen. Het parlement bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer. Oftewel de volksvertegenwoordiging en de Staten-Generaal. Het kabinet zijn de ministers en de staatssecretarissen. De regering waar ik het zo over ga hebben is de koning en de ministers, dus niet de staatssecretarissen. En tot slot de overheid, dat is het bestuur van het land, de provincie en de gemeente. De regering bestaat dus uit de koning en de ministers. En als eerste ga ik iets vertellen over de koning. Nou, Nederland is een koninkrijk, dat betekent dat het een koning is, het staatshoofd of eigenlijk het onschendbare deel van de regering. Nou, macht heeft de koning niet, alleen als een nieuwe wet wordt gemaakt of veranderd, dan moet hij en de minister zijn handtekening onder een nieuwe wet zetten. Hij heeft dus eigenlijk geen macht. Nou, wat zijn nou de taken van de regering, oftewel de koning en de ministers? Als eerste, ze moeten voorbereiden of een bepaling van een uitvoering van het overheidsbeleid. Ten tweede, de regering komt met wetsvoorstellen, begrotingen en ook nota's. De regering kan niet regeren tegen de wens in van de meerderheid van de volksvertegenwoordiging, oftewel het parlement. Ministers kunnen tot aftreden worden gedwongen. En regeringspartijen hebben meer invloed dan de oppositiepartijen. En dat laatste is ook wel vrij logisch, omdat zij natuurlijk veel meer het beleid kunnen gaan bepalen. En oppositiepartijen kunnen er alleen maar tegen ingaan en zeggen of ze het er wel of niet mee eens zijn. Nou ja, er zijn ook wel eens dingen die niet zo heel erg goed gaan in de regering. Bijvoorbeeld hier, Halbe Zijlstra, die moest aftreden omdat hij het verzonnen had dat hij Poetin had ontmoet. En bijvoorbeeld minister Hennis die trad af omdat het niet helemaal goed was gegaan tijdens een mortierongeval in Mali. Nou, wat is nou de rol van de regering en het parlement? Nou, ze maken dus allebei wetten en ze nemen maatregelen voor het hele land. De regering bestuurt het land en het parlement controleert dit bestuur van de regering. Nou, de minister-president wordt naar voren geschoven door de grootste politieke partij. Hier heb ik al eerder over gesproken. Hier staat even het plaatje compleet. De regering, het kabinet, het parlement of de staten-generaal met de Eerste en de Tweede Kamer. Hoofdstuk 8. De constitutionele monarchie. Onze koning Willem-Alexander is onze staatshoofd en hij is ook lid van de regering. En daarom noemen we het ook een constitutionele monarchie. De bevoegdheden of de macht van de koning is wel beperkt door de grondwet. Dit noemen we ook constitutie. Dus formeel heeft de koning, dus op papier, heeft de koning geen politieke macht. De ministeriële verantwoordelijkheid is dus dat de ministers verantwoordelijk zijn. De ministers zijn ook verantwoordelijk voor wat de koning zegt en doet in het openbaar. Dit noemen we dus ook ministeriële verantwoordelijkheid. Er worden ook geheime afspraken met het staatshoofd tussen minister-president Rutte en de koning. Die praten dan ook in het geheim met elkaar en soms ook met andere ministers. Dat heeft drie verschillende namen. Het geheim van het paleis, of het geheim van Noordeinde, of het geheim van Huis ten Bosch. Nou, de koning heeft drie verschillende functies. En, nou, ik weet bijna 100% zeker dat dit ook in je examen komt. Als eerste de symbolische functie. Zoals het ondertekenen van wetten. Het is symbolisch, want ja, hij heeft er verder niet heel veel invloed op. De tweede, de ceremoniële functie. Zoals tijdens de troonrede voorlezen van Prinsjesdag. En drie is de representatieve functie, zoals ons land vertegenwoordigen in het buitenland. Dus als er bijvoorbeeld op staatsbezoek gaat, rechts onderin zie je een plaatje dat hij in China was. Dus één de symbolische wetten ondertekenen, twee de ceremoniële. Dus dat bij een ceremonie
zoals tijdens Prinsjesdag een troonrede voorlezen, en 3 is het vertegenwoordig in het buitenland. De troonrede. Deze dinsdag van september is er ook een troonrede tijdens Prinsjesdag. En daar zit hij als hoofd van de regering. En dan moet hij de plannen van de regering voor het komend jaar moet hij voorlezen. Dat heeft hij niet zelf geschreven. Maar dat hebben de ministers samen met elkaar willen bepaald wat erin moet. Dan heb je ook de miljoenennota. En dat is de toelichting van de regering van wat het komend jaar de inkomen en uitgaven zullen zijn. Dat vertelt de koning niet, maar dat staat later wel op papier en dat kan iedereen al lezen waar het geld naartoe gaat en hoe we het geld hoe we het geld binnenkrijgen. Nederland is de monarchie vrij stabiel. Mensen vinden dat zijn best tevreden over de monarchie. Maar er zijn ook sommige mensen die willen een republiek. En in een republiek heb je geen koning meer, maar heb je een ander staatshoofd, bijvoorbeeld een minister-president of een president die gekozen wordt door de burgers. Nou, een voorbeeld van een republiek is de Verenigde Staten, waar Donald Trump de echte staatshoofd is van zijn land. Hoofdstuk 9 ga ik het hebben over de gemeente en de provincie. Nou, in de les begon ik ook hiermee, bijvoorbeeld in Vlaardingen willen ze een KFC openen. Wie bepaalt dat, waar er bepaalde bedrijven komen? Nou, dat bepaalt dus de gemeente. Nou, in Vlaardingen heb je ook een pand wat er heel lang leeg staat, waar vroeger de V&D heeft gezeten. Nou, de V&D is failliet gegaan. En de politiek, de gemeentepolitiek, bemoeit zich er ook mee van, ja, wat doen we nou met dit gebouw? Wat gaat hiermee gebeuren? De Hoekse Lijn. Natuurlijk heel veel over gezegd. En daar zijn ook de gemeentes heel erg mee bezig met wanneer dit daadwerkelijk gaat rijden. Nou, de gemeente en het gemeentebestuur. De gemeente is de overheid die voor de burgers in zijn directe leefomgeving het meest van belang is. Vrij logisch, want je woont in die gemeente. En jij als burger hebt op verschillende manieren te maken met de gemeente. 1. Je kiest de gemeenteraad. Er zijn dus ook eens in de 4 jaar gemeenteraadsverkiezingen. De burger of jij bent ook betrokken bij de beleidsvorming. Bijvoorbeeld, je betaalt belasting omdat je hondenpoepbelasting betaalt. En je hebt ook rioolbelasting. Dus ja, je mag ook een bepaalde inspraak hebben. En je bent ook klant van de gemeente. Bijvoorbeeld als je een nieuw paspoort nodig hebt of je rijbewijs moet verlengen of ophalen. Dat moet je allemaal bij de gemeente doen. De gemeenteraad bestaat uit verschillende onderdelen. Nou, de gemeenteraad heeft het laatste woord en controleert het college van BNW. Nou, BNW staat voor burgemeester en de wethouders. Dat noemen ze dus ook wel het college van BNW. En het college van BNW vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Dus die bestuur die voert uit wat er in de gemeenteraad ook besloten wordt. De burgemeester is de voorzitter van de raad en van het college. En daarnaast vervult de burgemeester een representatieve functie. Wat bedoel ik daarmee? Net als de koningen, representatief. Dat er als er ergens een nieuw ziekenhuis wordt geopend, dan komt de burgemeester met zijn ketting om. Dan komt hij even langs om een lintje door te knippen bijvoorbeeld. De gemeente Vlaardingen. Hier zie je bijvoorbeeld nu hoe de burgemeester en de verschillende wethouders op de achtergrond. Ook allemaal van verschillende politieke partijen. Van ons Vlaardingen, van de SP en zo van de raad. Nou, hier even een plaatje vind ik wel duidelijk waarin ze laten zien hoe mensen gekozen worden. De gemeenteraad wordt dus direct gekozen door ons. En de gemeenteraad kiest ook wie de wethouders worden. Maar de burgemeester wordt niet door de gemeenteraad gekozen. Nee, de burgemeester wordt weer benoemd door de kroon, oftewel de koning en de ministers. Wat op zich sommige mensen heel erg raar vinden. Daarom is er ook een discussie, moet er wel of niet een gekozen burgemeester komen? Een aantal jaren geleden werd in Vlaardingen bijvoorbeeld een burgemeester gekozen, burgemeester Bruinsma, maar dat is de jaren daarna is niet meer gebeurd.
Ga ik nu verder met de provincie. Waar de provincie bijvoorbeeld over gaat, is dat bijvoorbeeld hier zie je een plaatje waarin ganzen worden wel of niet worden afgeschoten. Nou, ganzen bevinden zich niet in één plaats de hele tijd. Nee, die bevinden zich vooral in een bepaalde provincie. En dan kan een provincie dus wel of niet beslissen dat er ganzen worden afgeschoten. Hetzelfde met de windmolens. Hier zie je een plaatje van de regio Rijnmond en eigenlijk over een heel groot stuk van Zuid-Holland. En dan zie je wat de provincie hoeveel windmolens wil plaatsen voor de regio Rotterdam. Nou, de provincie, 12 verschillende provincies en elke provincie heeft dus zijn eigen bestuur. Het bestuur bestaat dus uit de gekozen provinciale staten, want ja, die worden ook weer direct gekozen, en het college van gedeputeerden. Daar is de commissaris van de koning, is de voorzitter van het college van de gedeputeerde staten, en die wordt ook benoemd door de regering. Wordt dus niet direct gekozen door de verkiezingen, nee, die wordt weer benoemd door de regering. Nou, waar zijn die provincies nou verantwoordelijk voor? Eén is bijvoorbeeld de inrichting van een landelijk gebied en een bereikbare regio. Bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik liet zien van de windmolens. Als er bijvoorbeeld provinciale wegen of fietspaden moeten worden aangelegd of moeten worden onderhouden, dat is ook een taak van de provincie. Maar ook de aanleg van de nieuwe natuur en het behoud van de huidige natuur, wat ik liet zien over die ganzen bijvoorbeeld. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de provincie. Nou, bedankt voor het kijken. Ik ga hierna nog één kennisklik maken over politiek. En ik hoop je dan weer te zien. Doei doei!